terug aan boord. Ja, niet van Drifter 22 Dolce Bella. Dat zal nog heel eventjes wachten. Maar we zijn eigenlijk net, we staan net op het punt om te boorden van een gigantisch schip. En wie komt er aan? Dat is niet te geloven. Het is Schipper Peter. Schipper Peter van de Bartier, de vroegere zeeslot van Terschelling. Peter, goedemiddag. Michel. Alles klaar daar? Het was even doorpezen. Hoe is het met de verbondingen? Ja, het is zo hé. Ingeslacht. Dat kan Droskomen varen met je doen. Ja, het is niet helemaal zonder risico's blijkt. Knie geopereerd, alles goed heel verder? Ja, voor de rest functioneert. Oké. Okay. Nou. Tegenvallers, ja. Je hebt het gemaakt. Kennismaking met de lier. De lier. En we staan op het punt op de boorden. De King Seaways, het zijn van een gigantisch schip. Ik heb opgegeven 7 meter, maar met de antenne erachter denk ik dat hij ruim 8,5 is. Wat heb jij gedaan, Peter? Officieel heb ik een trailer van 8 meter bij 4 meter. Breed of hoog? Nou, dat is een hele aparte melding. Maar, ja, de mijne is ook 4,5 meter. Dat lukt niet hoog. Als boot te melden. Kijk. Oh. Nou ja, anyway, wij zijn er. Ik heb nog niet, er komen nog een paar boten, namelijk de Golfbreker en de Windroos. Nee, die zijn al aan boord. Oh, die zijn al aan boord? Ja, ik heb net... Super communicatie hier. U moet wel even moeten wachten om terug aan boord van Drifter 22 Dolce Bella te zijn, maar in ieder geval... Wij zijn gearriveerd. Oh, er wordt ook nog wat geboord hier en daar. Zo hé. Nou, daar hebben we het nu niet over. Daar kan u trouwens ontzettend lekkere tongen eten. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dit was Drifter 22 Dolce Bella. Drifter.